Op een boogschut van Ieper ligt het grootste provinciedomein van West-Vlaanderen, namelijk de Palingbeek. En zoals je kan zien is het een mooi bosrijk landschap met heel wat stille getuigen van de Eerste Wereldoorlog, zoals kraters, bunkers, verschillende frontlinies en zelfs een stukje niemandsland. En het zijn de bordjes van deze Palingbeek wandelroute van 12 kilometer die mij de weg wijzen. En onderweg passeer ik ook langs de permanente landart installatie van het beeldenproject van Koen van Mechelen. Ik ben nu aan de Oude Vaart beland en ook daar hangt een bewogen verhaal aan vast. En nu ga ik verder de bossen intrekken. Als jij deze Palingbeek wandelroute ook eens wil uitproberen, dan moet je zeker langsgaan bij het provinciaal bezoekerscentrum de Palingbeek of gewoon eens surfen naar ikzomerwestvlaams.be.